Vlaams voor gevorderden. In deze video gaan wij een aantal Vlaamse, typisch Vlaamse woorden zien. Hallo iedereen. Alles goed met jullie? Prima, hier ook. Alles goed. Wat ik ga doen in deze video, ik ga jullie een aantal typisch Vlaamse woorden bijbrengen. En we gaan beginnen met het korte woordje oef. Oef. Oef kan je vertalen naar het Engels als what a relief. Wat een opluchting. What a relief, wat een opluchting. Maar wij zeggen dan gewoon oef. Oef. Dan hebben we nog eentje wat daar heel erg op lijkt. En dat is oei. Oei. En dat gebruik je als je van iets geschrokken bent. Bijvoorbeeld, oei, wat is er gebeurd? Oei. So, what happened? Wat is er gebeurd? Oei. Oei. Dan de volgende. Was dat? Was dat? En was dat? Zeggen wij, als we willen zeggen, wat is dat? Wat is dat? In Vlaams zeggen wij gewoon, was dat? Was dat? De volgende. Zie de wel? Zie de wel? Zie van zien. Zie de. Zie jij wel? Ja, wel is eigenlijk het tegenovergestelde van niet. Wel, niet. Ja, nee, wel, niet. Zie je wel? En dat kan je vertalen als I told you so. Ik zei het toch? I told you so. Zie je wel? Dan de volgende. Kwist het. Kwist het. I knew it. Ik wist het. Kwist het. Kwist het. De volgende. Doet dat. Doet dat. Doet dat betekent doe dat. Doe dat. Doe dat. Doet dat. Doet dat. Bijvoorbeeld, ik kan aan het eten beginnen. Ik ga beginnen met eten maken. Ik kan aan het eten beginnen. Zegt iemand anders van, ja, doet dat. Ja, doet dat. En dan hebben we eigenlijk wel, ja, iets heel speciaal, plezant, leuk, ik weet het niet, maar ho, ho. Het is geen Engels, hè? Het is Vlaams, hè? Ho, ho. Ho, ho. Betekent gewoon stop. Ho, ho. Stop. Ho, ho. En dan als laatste, jammer ja. Jammer ja. Is zoiets als je, ja, je zit een beetje in een conversatie met iemand en je zou kunnen zeggen, yes, but no, jammer ja. Dus je hebt ja en dan je ma komt van maar, but, en dan heb je nog een keer ja. Dus je hebt niet yes, but no, je hebt eigenlijk yes, but yes. Ja, maar ja. En eigenlijk betekent het nee. Ja, maar ja. En dan ga je iets anders zeggen, een argument geven of zo. Ja, maar ja. En nu gaan we deze video afsluiten. Hebben jullie vragen? Hebben jullie opmerkingen? Zet ze hieronder. En merci voor het kijken. En salukes, tot in de volgende.